Nou, we zijn onderweg naar Zwolle, naar de sample sale van Lowies. Ik ben zo benieuwd, ik ben nog nooit naar een sample sale geweest en Sovara is de expert. Die heeft alle tactieken al doorbesproken. Ja. Nou, laat zien, fam. Wat hè? Je tassie. Twee tasjes. Lekker hoor. Laat zien, Hans. Yay! Oh, ik ben helemaal verdiend. Ah, wacht. Is hij dood? Dus nu is hij dood. Oké, wacht. Dan moet ik nog zitten, maar dat is niet erg hoor. Dus moet ik ook even. Sophie is wel de held. Sherry. We gaan straks een clinic geven, maar we gaan eerst een potje bier. Ja. Yeah. 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 Ik vind dat pittig. Ja, dat is een beetje koken. Oh, oh, oh. Ja. Pak hem. Seconde. Kom op. Get in there. Weet je niet, want ik weet niet waar die andere is. Nee, het is heel. Nou, we zijn nu dus in de sporthal van Duiven, dus Trinominos. En Tess en Nienke zijn aan het trainen geven. Maar Nienke geeft dus aan die kant les en Tess geeft aan die kant les. Ja? Tess, wat doen jullie bij Nienke? Succes, meiden. Lastig. We gaan ook bij ons eten. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Tess is nu echt super goed zijn aan het geven. Daar staat ze hoor. Daar staat ze. Tessie, Tessie. En we gaan lekker weer. En mijn vader is net geweest. Nienke is nu aan de beurt. maar jullie gaan dus lekker bowlen, hè? Ja, we hebben dus een weddenschap. Oh, als wij winnen, Nienke en ik van Jerry, dan neemt hij ons mee het eten. En anders moeten wij hem mee het eten nemen. Dus ja, dat wordt nog spannend. Voor wie ben jij? Ik ben voor jullie. Als je het eens een keer boven. Oh, nog één! Kom op, Nienke, kom op! Wat gaat ze doorheen? Ja! Nee! Tessie! Oh! En nu is Jerry van Kopenhagen weer in de beurt. We spelen dit weekend op een zondag. Dus dat betekent dat we zaterdag dus een keer een dagje vrij zijn. Het is wel een keer leuk. En we hebben dus bedacht dat we een tapasavond houden in het hotel. Dus de stand van zaken zal ik even nu laten zien. Oh, sorry. We zijn druk aan het koken. Ja? Je moet heel even bij de rijst komen kijken, want ik heb een feest gedaan. Anna en ik maken sushi. Ja, wat is dit in godsnaam? Ja, dat moet je wel Alice zijn. Ja, dat zijn vette spinazierolletjes. En gefrituurd. Ja. Heb je dat op? Ja, in een restaurant. Niet hetzelfde. Oké. Turken maken. Ja, Turken maken.
Het is echt lekker, vind ik. Ik ben wel benieuwd. Deze smurrie gefrituurd. Oké. Ja. Er staat ook dat je dit dubbel moet vouwen. Oh joh, ze heeft al 5000 kijkers. Ja, maar zij is het 2 seconden. Oké, dit, dan moest ik dit vouwen. Doe maar. Zij ziet niet. Ja, niet. Waar staat die bovenin? Ja? Denk je? Dat is goed, ik houd hem in controle. Maar ja, weet je, dit is een... Dat is controle. Ja, waarom dan? Gaan we nog een beetje... Deze is wat wordt het dit? Oké, wacht. Dat is dingen vies. Ja, wel. En dan doorrollen, toch? Zo? Ja. Oh my god. Doei. Het eindresultaat. Zo gezellig, hè, jongens? Oké, ik ga niet eten. Ja. Aanvallen. Nee, ik kijk heel veel make-up video's, dus ik ga het even op tijd uitproberen. Het eindresultaat. Wow, je ziet echt een zieke contour. Mm-hmm. Nou jongens, als jullie ook opgemaakt willen worden, kom naar de Barones. En Anna doet het met alle liefde. Toch al? Yep. Helemaal leuk. Net dat ik helemaal uitga of zo, omdat ik zoveel make-up op heb. Maar ja, het is wel een keertje leuk. En ik ging gewoon even naar de basketbal kijken. En die hebben gewonnen, dus dat is mooi. Ik ben snel naar huis gereden. Het is nu 9:30. Ik ga snel mijn bed in. En morgen zijn wij aan de beurt. Mijn neefje is deze week jarig geweest. Hij is 12 geworden. Ja. En ik heb natuurlijk een cadeautje aan hem gegeven. En wil je het even laten zien? Ja hoor. Leuk, want dan spelen we tegen VOC. Het wordt een leuke wedstrijd. En we gaan hard trainen. Ik zal wat meer van de training laten zien volgende week. En oh ja, ik ga bij Feyenoord kijken. Daar heb ik ook echt zin in. PEC Feyenoord. Dus ik zie jullie volgende week weer.